Zondagavond rond 10 uur rukt de politie en ambulance uit naar een melding in de Pastoor Smitstraat. Er zou een Poolse man gewond zijn geraakt. Het pand zou al vaker in verband zijn gebracht met criminele activiteiten. Buurtbewoners klagen steen en been. Volgens hen zou er structureel drugs gedeeld worden. Ook heeft de politie naar aanleiding van beelden die een anonieme bewoner heeft gemaakt tot 2 keer toe een inval hebben gedaan in verband met fietsendiefstal. De gestolen fietsen werden uiteindelijk in de kelder van het pand teruggevonden. Hoe de situatie van de Poolse man is niet bekend. Buurtbewoners hopen dat de politie eindelijk stappen gaat ondernemen tegen de overlast.